R liet ons weer uitgebreid meekijken in zijn hersenspinsels. Zo leerden we dat het satanisch pedofiele netwerk niet alleen maar heeft huisgehouden in bodegraven, maar dat het al honderden jaren bestaat. We hoorden ook dat koningin Maxima een kind heeft van de paus, want die komt ook uit Argentinië. Maar dat kind hebben ze geofferd al voordat Maxima Willem-Alexander leerde kennen. En we leerden ook nog dat er sinds de Rockefellers olie in voedsel wordt verwerkt en daarom moet je altijd gezond en groen eten. Nou, verder hield R voor wat hij eerder al had gezegd, dat zijn belofte van een militair tribunaal dat iedereen die meewerkt aan het instand houden van het pedofiele netwerk ter dood zal veroordelen. Dat gewoon een feit is wat in de toekomst gaat gebeuren. En opmerkelijk was wel dat zijn advocaat dat juist aangreep in zijn pleidooi om te zeggen van ja, zo'n tribunaal, dat gelooft toch helemaal niemand. Dat kun je toch niet serieus nemen als bedreiging. Dus ja, daar moet mijn cliënt van worden vrijgesproken. Nou, de rechter vond dat dat wel degelijk serieuze bedreigingen waren aan het adres van de advocaat van de gemeente. Hè, die voorspelling van er komt een tribunaal wat je de doodstraf zal gaan geven. En ook de opruiing aan het adres van Jaap van Dissel vond de rechter bewezen. En vandaar die 9 maanden cel, waarvan 3 voorwaardelijk.